terug dan. Hey. Nee, nog niks. Terug. Ja, hij komt iedere keer koekjes halen natuurlijk, niet? Ja. Hij heeft er veel belangstelling voor. Ja, hij komt allemaal koekjes halen. Ik bedoel, dat is... Oh, je hebt met geluid door de gemeente in. En wat dan? De mensen oproepen. Maar ze moeten gaan stemmen? Ja. Helpt dat? Proberen, de afkomst is nog niet erg groot. Nee. Dan wint hij toch niet... Die vandaag nog maar weten, die wint het toch niet meer. Nee, dan krijg je toch niet één mee het huis uit? Nooit. Nou, toen ik eruit ging in 95, hebben ze gelijk hier verloren. Hebben ze toen verloren? Ja, dan hebben ze gelijk hier verloren. Dus hebben er maar vier meer? Ja. Ja. Het is er nooit voor gekomen in 35 jaar, dat ochtend in de Partij van de Arbeid kon winnen, om echt niet op een verkiesbare plaats te zetten. En ik ging eruit en ze kregen het voor elkaar om echt op een onverkiesbare plaats te zetten. Ja. Anders hebben we de plekjes nooit nog eens gezeten. En dan had ik gek, ja. Dus dan krijgt PvdA de 4? Ja. En CDA? Nou, ik zal hem vertellen, die zal... Dan weet je niet met die overschot. Ja. Ja, ik bedoel, zal maar denken, als ze 3 blijven staan, hebben ze geluk. Met CDA 2, 6, SGP 3, 9, VVD 3. Ja, maar die houden 3 terug. Dat is 12. Ja. En APN 1 is 13. Ja, ja. Goedemiddag. Ja, jij ook, hè? Ja, zeker. 3,55. 3,55. Niet vergeten, hoor. Ik raad zo'n bruto. Nee, ik heb hem niet vergeten. Nou, dan kunnen we terug. Nee. 3,54. EJ van de Kraats, bijgenaam Jantje Licht. Jantje Licht. Dankjewel. Ja, wat was die dan? Even kijken, 206. Oké. Ja. Moet ik jou filmen nou? Nee. Voor wij? Nee, het is privé. Ik bedoel, ik durf echt niet erachter te komen, hoor. Ja, jij zegt tegen mij van... Nee, ik film mezelf. Ja, je filmt. Ik film gewoon die... Het is gerukt. Ja? Tenminste, ik denk het van wat. Dan neem ik hem mee, anders gaat hij stiekem staan kijken. Nou. Druk op stemknop. En, hebben jullie dat geteld? Nee, we zien het niet. Hier raar staan te kijken dat ze 6 geworden zijn. Zeg, krijgen we de aardverschuiving vanavond? Nou, dat weet ik niet, wat dat wel. Ook weer niet. RPF misschien. Zouden we nog wat stemmen winnen? Ja, hier tenminste s'avonds hier hadden ze een grote aanhang bij dat dus s'avonds hier. Dat leidt tot de volgende zetelverdeling. Partij van de Arbeid handhaaft zich op 4 zetels. SGP handhaaft zich op 3 zetels. Het CDA gaat naar 2 zetels. VVD handhaaft zich op 3 zetels. En de RPF, onze nieuwkomer in de gemeenteraad, die krijgt 1 zetel. Ja, ik zag in de verwachtingen. Ik kan wel huilen. Ja? Ja, zou dat maar doen. Helpt dat dan? Helpt ook niet. Helpt ook niet. Ik
Dan gaat u oppositie voeren, ook persoonlijk? Jazeker, ja. U wordt dan de oppositie, een oppositieleider? Ik ga dan in de Tweede Kamer mijn plaats zoeken en vinden. Ja. Ook als fractievoorzitter? De fractievoorzitter wordt gekozen door de fractie na de verkiezingen. Dus daar loop ik niet op vooruit. Zou u daar ambitie voor hebben?